Ja, ik denk het ook. Het was een fantastische apotheose en ja, in ons voordeel dus. Je was gespannen, anders dan anders, hè? Ja, wat denk je wat de loos is? Ongelooflijk wat hier gebeurt op het kasteel. Ze lagen eruit Excelsior. En dan gaan we op zoek naar natuurlijk Guillaume Fernandes. Waar vind ik die? Guillaume Fernandes, de man die een strafschot miste. En die toch nog scoort. Ik ga hem gewoon beetpakken. Guillaume Fernandes. Guillaume Fernandes. Ik wil van jou horen wat jij nu voelt. Ja, dit is fantastisch. Echt ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor. Dus. Je miste een strafschot. Je was dood en begraven. Ja, ik stond bij de aftrap van hun. Op ons. En toen dacht ik bij mezelf van hoe is het mogelijk dat ik hem nu mis. En dan krijg je er toch een kans. En dan gaat hij er toch in. Ja, fantastisch. Ik zei op de radioverslag, die Fernandes gaat geen knikken meer raken. Die is kapot. Ja, en toch. Ja, ik dit is een moment dat je echt op moet staan. En degene die schreeuwde namelijk Jon, je hebt vaak een kans gemist. Dit is gewoon ook een kans. En de volgende keer die maak je. Nou. We hebben 180 minuten moeten wachten op goals. En die vallen dan in de laatste minuten. En dat zijn ze echt van mooi, toch? Dan gaan we op zoek naar andere spelers van Excelsior. Een boegbeeld van de Kralingers. Levens. Kampioenen! 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 Eredivisie! Dat zijn Levens Steensel en Daan Bovenberg. Mannen die blij zijn. Mannen die terecht feest vieren aanvoerden. Ryan Kolwijk. Ja, je gevoel nu. Ja, fantastisch. Ik moet zeggen, ik was zo in de war in het veld. Wat er bij Van Dijk gebeurde, is dat te schreeuwen dat hij die bal snel naar mij moest gooien. Zodat ik nog kon scoren, maar we waren al door. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ik dacht, jullie lagen eruit naar die 1-0. Ja, ik bedoel, het is een wonder, denk ik. Ik bedoel, Guillaume mist de penalty, hij staat huilen op het veld. En dat is natuurlijk fantastisch fan dat hij gewoon die winnen nog. En dan gebeurt het, Guillaume Fernandes, uitgerekend hij. Ja, dat is fantastisch. Weet je wat je geflikt hebt? Je hebt Sparta eruit gewerkt. Fantastisch.